iets meer. Ja. Ja. Oké. Maakt op zich niet uit. Ja. We zijn aan het meten, want dit wordt dan de tweede kist. Dan een joekel van de opbergruimte, zeg. Echt mooi. Die dus nu alle ruimte van de wereld heeft. Dan hoef je niet eens de stoelen te verzetten, hè? Ik moet ietsje aandacht hebben, ik moet ietsje hoger. Ja, ik was vrij goed. Ja? Dat is 40. Ja. Dat is wel goed. 40 hoog hebben we nu, hè? Hij gaat 40 ja. Goed, ja. En we hebben hem daar even hoger, omdat hij op de katrol leunt van de gordel. Zodat we hem helemaal aan konden sluiten. Daar moet ook nog een hoekje uit, maar dat is niet erg. Dit wordt dus de kist, nummer 2. Dus we hebben daar opbergruimte en hier opbergruimte. En we krijgen opbergruimte in de kast. Maar deze twee zijn het belangrijkste. Nou, mooi. Zit ik even te denken. Ik denk dat ik hier een halve plaat maak. Oké. Dus ik noem een stukje hier in het midden zo, of een paaltje. Want dan kan je deze ruimte ook gebruiken hier. Maar dan valt je kussen er toch in, wat je rechtop zet? Nee, want dit blijft gewoon zo. Ja. Maar, ja. Hier krijg je ook een plaat. Dat je hem open houdt, dat bedoel je. Dat je hem open houdt, dan kun je, anders ben je ruimte kwijt. Ja, dan moet je gewoon schuiven. Nee, prima. Je kan hem helemaal open houden. Waarom zou je hem dichtmaken? Nou, jij moet wel verband houden. Ja, maar dan maak je toch een dikke balk, of je maakt een... Ja, ik hoop hetzelfde als deze manier. Gewoon zo'n kraampje hiervoor. Ja. En dan een balk. Ja, en hier. En daar wordt hij ook dicht. Ja. Ja, dicht maar dan met iets wat open kan, zodat je van hieruit de dingen kan pakken. Dat is wel heel lastig als dat permanent dicht is. Dit is een makkelijke ruimte om ergens iets uit te halen. Daar ook. Hier zou je best wel een plaatje in kunnen klemmen of een deurtje van kunnen maken. Achter zou je bijvoorbeeld ruimte van zo'n 20 centimeter dicht kunnen maken vanwege het verband. Maar dan kan je wel overal nog bij. Nou, ik weet het niet al. We gaan aan de slag. Dat ziet er wel heel netjes uit. We gaan nog bedenken of hier een gat in moet of niet. Maar, en zo lang, hè. Volgens nog, is dit hem. Wel netjes. Ik had het idee dat hij meer naar achter moest, maar ik kan het fout hebben. Mooie grote bak in ieder geval. Heel gaaf. Ja, het zou wel kunnen. Of daarop, ja. Ja, dan heb je die aan de handvat heb je nodig. Maar het zijn twee verschillende, hè? Deze rits is goed. Ja. Er zijn ritssluitingen in deze. Maar... Ja, ik kan wel iets op plakken. Nou, zie je... Gewoon van binnen een tapeje of zo. Nou, je gaat niet. Kijk wel, die dingen die... en anders zijn er ook nog wel andere. Ja, dat kan ook nog wel iets maken. Dat zijn de spulletjes die uit die twee stoelleuningen kwamen. Dat is mijn dekentje. Jij moet even over een tafeltje denken. Over een tafelpoot. Ja. Ik wil zeggen, de hoogte is nu 40. Ja. Komt er 10 centimeter kussen bij. Mm-hmm. Dat wordt dan 50. Ja. Je zakt er natuurlijk in. Ik denk 5 centimeter ongeveer. Ja, pardon? Ja, we moeten even kijken hoe we die tafel maken. Mm-hmm. Boot. Want hier... Ik heb hier een heel klein stukje waar ik eventueel wat in kan doen. Ja. Op hier dus. Kijk, we moeten zo, als we zo zitten. Ja. Jij daar, ik hier, jij daar, of andersom. Dan hebben we hier dus die tafel. Mm-hmm. Nou, dan kan ik hier dus wel zeggen, oké, we zetten hem hier vast. Met een haak. Met een haak. En dan moeten we toch of zo'n poot, of hier een poot hebben. Maar ja, hier liggen hoe groot die tafel ook maken. Ja. Dus dat is wel van, maar dat is nog niet echt van belang, maar we moeten wel eventjes naar kijken. Ja. Zal ik
kastje. Zat deze los of hebben we een... Zat met twee schroeven vast in de vloer volgens mij. Die is mooi voor in de kachel. Kijk. Je hebt hier wel precies de heel nauwkeurig de achterkant. Hè? Dus misschien als je hem naar één kant... Dan kan je dat als model gebruiken. Dat komt goed. Ja, er zitten allemaal nog in zitten dan. Ja, ik heb het gewoon nooit leeg gehad. Nee. Twee gaspatronen. Ik had hem, we hadden hem, je ziet ze zitten, de schroeven. Met twee schroeven door de vloer heen gemaakt. Ja, ja, en de rest is gewoon los. Omdat we de muur niet wilden beschadigen. En deze zit ook los. Dus die kun je ook zo afhalen. Even kijken, dus hij moet... 1,10 meter. Dat is hier. Dat kunnen we als kast gebruiken. Ja. Ja, ietsje terug, want het moet niet klemvast erin zitten. Natuurlijk. Ik ga even die, deze eerst even uithalen, dan hebben we meer, meer denkruimte. Wauw. Doe je het nou toch weer? Klispaartje. Ja, kasttijd. Dag 2, kasttijd. Het is weer mooi weer. Wat een heerlijkheid. Ja, die verdwijnt. Kijk, dit ook. Dit hangt allemaal los. Het verdwijnt allemaal en dat komt ook allemaal. We pakken dit gewoon stapsgewijs aan. Net als de keuken. Dat werkt voor ons het beste. We wijken toch van ideeën en plannen af. Dus het heeft helemaal geen zin om een heel eind vooruit te plannen. Die ga ik wel schilderen. Ik zal hem even aan de zijkant openmaken. De auto. G heeft dit dichtgemaakt. Maar hier gaan we waarschijnlijk wel iets openzagen. Zodat ik daar makkelijker bij kan vanuit de buitenkant van de auto. Wordt dat een aardige kast? Dus we kunnen hem van deze 22 centimeter en dan komt er 11 bij. Dan heb je 33 centimeter kast of een blad boven. Ah, dat is flink. Oké. Okay. Nou, dat is toch toch aardig, had ik zo. Ja, 33 blad. Nou, doe dat eens vanaf die hoogte hier zo'n beetje. Zo, dan kun je gewoon op koken, joh. Ja. Ja. Nou, dan moeten we, ik denk even weten van je, wil je, uit, wil je echt een werkblad erbij hebben? Dat we zeggen van of hetzelfde hoogte als het zit, dat je kan zittend koken of zo. Of zeg je van, ja... Ja, ja, twee weet je, delen maken, zeg maar. Ja, ik denk twee delen sowieso slim. Dat je dus een hoge bak maakt met als bovenkant het werkblad. En dan daarboven een wat we hadden, een kast met planken. Zodat je daar het kleinere spul in kwijt kan. Ja. En, want we hebben best wel heel veel kleine dingetjes. Telefoons, nou ja, een rol wc-papier die je zo wil pakken, ja, dat, wetty, ja. Standaardborstels, een spiegeltje, weet je? Je hebt natuurlijk ook die, die twee, dat jonge stel gezien die dan die hele schuine hoek had. Ja. Kijk, en dan kan je hier natuurlijk ook, want het is natuurlijk hol. Ja, dat is ook wel fijn als we daar dus ook iets maken. Dus hier wat, kun je wat inzetten, kun je zelfs even denken. Ja, je kan het schuin maken zo, dat je hier zo een soort kastje maakt met wat jij dus... Dat kastje hebben we niet meer, dichtbij. Ja. Wat jij toen hier gedaan had, ja. Dat je hier dat neer kan zetten. Dus deze ruimte kun je ook gebruiken, net zoals deze ruimte. En dan hoef je je zakken niet te gebruiken. Nee.
Ja, ik weet niet of ik dat handiger vind, want die zakken, die, als je dat er zo strak in kan maken, bijvoorbeeld met een flinke lijm of wat dan ook, dan kunnen die panelen kunnen eruit. Ja. Dan kan je daar natuurlijk ook van alles in stoppen. Dan moet gewoon even kijken. Ah, dat is toch even later zorg, maar dat is even een idee. Ja. Maar wat we wel even kunnen doen is, loop even naar boven. Mm-hmm. Ga ik even het verschil van stoel en tafel meten, de hoogte. Dan weet ik van hoe hoog die tafel moet zijn. En misschien is het leuk dat het handig om dus, ja, dezelfde hoogte aan een werkblad te maken. Maar dat kunnen we zo even kijken. Ja. Dat is wel gaaf hoor. Ik heb er wel weer heel veel zin in. Je ziet dat er best heel veel ruimte is zo. Kijk, als die kast er staat. Even een muurtje maken op die rand zo. En zo, dan komt die kast hier. En dan gaat die natuurlijk omhoog. Tot deze hoogte, misschien iets lager. En dan komt daar wel een hoek uit. Dus hij blijft niet helemaal, hij wordt niet helemaal vierkant. Want je moet er nog op een normale manier langs kunnen lopen. Maar dan wordt dat best wel een leuk kastje. En een leuk hokkie. Dus ik denk niet dat we de tafel te groot moeten maken. Nou, ik heb even boven gekeken het verschil van stoel, eetstoel en eettafel. Ja. En wat dan de ruimte is. Uh-huh. Dat is het verschil van 28 centimeter. Oké. Okay. Dus dit is 40. 68. Dus dan zou het, ja, maar dan nog 10 centimeter erbij en dan 5 centimeter ongeveer af. 8, 6, 73. Dan zou je op een tafel komen van 73 centimeter. En dat ongeveer wel. Dat is dan. Hier ongeveer. Ja. En als ik ga zitten erbij. Dan. Ja, ja, dat is wel een goede hoogte, 73. Dat is de hoogte van je balk daar. Ja, de onderkant van die zwarte ijzeren balk. Een heel raar idee heb ik meestal. Ja, dat weet je. Hoe diep was dit nou? 65? 65 centimeter. Ja, 65. Ja. Die geleiders die we hebben, die zijn 70. Ja. Stel nou, je neemt gewoon een tafel die je buiten ook kan neerzetten. We hebben van die klaptafeltjes, die zou je daarachter kunnen zetten. En je maakt hier 2 ladegeleiders, die steken dan wel een stukje uit, 5 centimeter. Maar die trek je helemaal daarheen. En dat overspant een groot deel van het bed. Dan kan je gewoon die tafel, een losse tafel meenemen. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik zal het even laten. Hoe dat eruit ziet. Ja. Ja, wat leuk jij nu weer te vlooien. Hè? Een witte vlooien, lekker ventje. Lekker hè, die zon. Vind je de vogeltjes leuk? Allemaal vogeltjes hè. Ja, lik, lik. Kusje, kusje. Allemaal kusjes. Allemaal kusjes. Ventje. Hallo ventje. Ach, ach. Niet zo'n hele grote, nee. Ik had een kleintje, hè? Wat zijn kleintje dan? Ja, kleintje heb ik in de auto. We draaien hem om. Dit is verwerkt. Ah, mooi. Nog een rotzooi gelijk. Oké. Okay. Je had er alleen open gemaakt. Nee, die was zo. Oh, ik heb nog niets gedaan. Nou gaat hij open. Nou gaat hij open. Nou, jammer dat we 70 hebben genomen. Ik begreep ook niet waarom we 70 hebben genomen, want die bank was geen 70. Ja. Ja. Dat steekt uit en dan ga je aan pijn doen. Ja. Maar dat is hier, maar als je het daar doet. Ja. Echt zonde. 4 van die gevallies. Dus. Even dat ding eraf gehaald. Dit is ook 73. Ja. Dus dan heb je een blad van. Hij is 73 hoog dan en dan 33. Maar nou, wat ik dus net wilde vertellen. Ja. We hebben gisteren natuurlijk alweer een paar filmpjes zitten kijken. Ja. En
Dat was dus van, nou, we kunnen hier dit openmaken, openlaten. We kunnen hier voorkant openlaten. Maar gaan we hem hier zo maken recht? Of gaan we hem zo maken schuin? Nee, niet zo. Als je naar voren komt, zoals de oude bak was. Dus dat hebben we van de week zitten bepraten. Die bak die je er nu net uit hebt gehaald. Als je dat recht maakt. Dus dit, hij komt van hier af. Dus ik maak hier omhoog. Ja. En dan krijg je dus tot hier. Ja. De hoogte. Mm-hmm. Die gaat hier naartoe. Ja. En dan juist. Moet hij zo een beetje schuin, een beetje dezelfde schuinte als deze. Voorbij de wielkast. Dus nou zit je weer bijna in de hoek. Maar heb je een potlood? Hier. Kom even niet. Ik heb niet zo van die lange uitschuif gadgetarmen. Stel, waar begint hij? Begint hij hier? Dit wordt dan, zeg maar, de muur. Dit wordt de muur. Dus dan, dit wordt de muur. Ja, en hij was tot hier ongeveer. Mm-hmm. Dus als je dan zegt, oké, dan gaan we... Dit is de lijn? Dit is 33. Dit is de lijn. Ongeveer. Ja. Dus als je hem parallel laat lopen met deze. Mm. En dan daarheen gaat. Dan heb je nog heel veel hieraan. Doe je dat vanuit deze hoek, dan mis je het hele stuk. Ja. Nee, in de hele hoogte. Tafel, ja, toch? Ja. Nee. Want je moet hier voorbij kunnen, omdat hier ook die tafel komt. Hoewel ik die tafel niet heel erg wil laten uitsteken. Zo'n tafeltje heb ik meer eens genoeg. Ja, precies. Want die ene meid die je ook die daarnet had, die had een tafel die was super groot. Die was gewoon deze lengte en die liet ze in één keer zakken. Ja. Maar wij maken het maar twee keer. En dit is dan. En we hebben wat nodig van 1,10 meter. Maar wacht even, dit ging eraf. Ja. Dat is 53. Cent. En dat van 53. Ja. Moeten we hier nodig een stukje. Ja, 55 twee keer is 1,10 meter. 57 en dan 53. Zie je, dus je had 4 centimeter. Hou je gewoon van dit. Ja, deze houden 57. En deze die 53 die klapt eronder of erop. Ik weet niet hoe we dat gaan doen. Maar dat komt wel goed. Dat later. Ja. Maar dit weet ik dan. En dan weet ik deze hoogte. En dan ga ik daar eerst aan beginnen. Ja. En planken? Want anders wordt het één grote gaarbak. Ja, dat snap ik. Ja. Wacht even, zo. Hier is het. Ja, zo hoort hij. Dan denk ik één plank op de wielbasis. Ja? Ja. Of op dat rooster, dat is hoogte. Iets hoger, die hoogte. Die hoogte. Ja, dat is een mooie hoogte. Want hoe hoog is dat? 40 centimeter? Dat is zeg maar 30. 30. Nou, er kan geen fles wijn in staan, maar dat hoeft ook niet. Maar die gasflesjes kunnen er wel in staan. En dan... Ik kan natuurlijk ook zeggen van... De fles zijn was 35, hè? Ja. Dus hier zo doet die plank. 35, dat je daar flessen... Omdat je twee ruimtes maakt, daar en daar. Ja. Moet je daar flessen in zetten? We hebben ruimte zat voor flessen. En trouwens, wat je zegt, we nemen misschien twee doosjes wijn mee. Ja. Dus ik denk dat wel meevalt. Ik denk dat je hem gewoon op deze moet houden. Dan bovenop, ja. En dat we dan die ruimte die we dan hebben, in tweeën moeten delen. Ook in tweeën? Ja, denk het wel. Lijkt mij. Ik zit even te denken met de spullen die we meenemen. Het gaat gewoon om borden en servies. En dergelijke. Nou, wat hebben we bij ons? We hebben geen spullen bij ons voor hele visites. Het is gewoon één kop twee van alles. Voor mij. Maar wat ik bij me heb, zit allemaal in die stoffen koeltas. Dus dat is niet veel. Maar het zou wel fijn zijn als dat hierin kan, zodat we die koeltas kunnen gebruiken voor de koeltas. Ja, dat voor de koelen. Ja. En dan kan je de borden die kan je in een soort bordenrekje zetten en kopjes. Ja. Hangen ooit eigenlijk, weet ik veel. Maar we gaan het wel zien. Nou ja, borderekje, ik bedoel, het zijn twee borden. Pannetje. Ja. Maar deze diepte, die geeft daar de gelegenheid toe. Dus dat is wel mooi. En dan weten we nog niet of we dat open of dicht laten. In ieder geval aan de voorkant dit wel dicht, zodat dit een bak wordt, denk ik.
sowieso. Dat zou heel mooi passen zijn. Dat past inderdaad perfect. Ja. Maar zouden ze hiernaast kunnen staan? Dat is eigenlijk nog beter. Nee. Dat gaat niet dicht. Wat de deur denk ik. Dan kan er wel eentje kwijt, dat zeg je. Nee. Maar nee. Dat gaat niet dicht. Nee. Dus hier kunnen ze dus daar moeten ze, daar zouden ze moeten staan. Hier loopt de lijn. Ja, dan dus zou je deze kant misschien open moeten laten. Waar ik aan zit te denken, we hebben die twee vouwstoelen. Die zouden we hier bijvoorbeeld ook op kunnen leggen zo. Dus dat dit een inschuifding wordt. Hier, waar zijn die stoelen? De hoofdstoelen? Ja. Ga ik daar eentje. Dan kunnen we het even passen. Ja. Ja. Dan hebben we ook nog gedacht aan het gebruiken van het hemeltje. We schuiven de stoeltjes, want ze zitten in de hoes, zitten ze mooier. Ja. Schuif je erin. Waterkennetjes voor. En dan heb je hier die ruimte mooi benut. Ja. En dan krijg je hier voor de rest een kast dus die daar opkomt. Die er opkomt met een plank. En dan kan je servies erop zetten, weet ik veel. En daar de boze zien we al verder. Ja. Maar in ieder geval, dit kan ik alvast maken. Maar wat denk jij? Niet aan allebei de kanten open dan, want of hier met een klep bovenvoor. Ja, dat wordt lastig, want het is natuurlijk wel een hele lange als je er iets in hebt, ja, dat je er niet meer bij kan. Hè? Als je hier de stoeltjes doet, water. Ik ben toch voor de calamiteiten om er een klepdeksel in te hebben, die er gewoon los op ligt. Dat als je er, stel dat je iets kwijt moet, dat je dat toch nog erbij kan proppen. Dat kan. En dan gaan we ervan uit dat we het steeds eruit schuiven, maar in noodgevallen kunnen we er gewoon van boven bij. Dus deze kant maak ik helemaal dicht, die doe open en dan kan ik nog iets maken voor. Ja. Kijk nog eens hoe ik met deze dit klep hoef te wezen. Ja. Nee, prima. Dat eerste gedeelte is dan. Hier een muurtje. Ja. Zo. Mm-hmm. Die rechts. Die. Nee, en deze schuin tot aan de. Dicht tot aan de. Waarom bouw je het niet gewoon in laag op dan? Want je gaat het daarna pas bekleden. Ja, we wilden één gedeelte hebben hier, mm-hmm, en daar vast. Of ook een gedeelte. Ja, maar dat is wat ik bedoel. Dit zijn losse units. Ja, dat is ook makkelijker opstapelen als we het later op zolder willen zetten of zo. Dat je zegt van nou, we nemen nu alleen maar de ene bak mee, want we gaan een dagje weg. Ik kan inderdaad, wel wat jij nu zegt, sorry dat ik in de reden val. Nee, dat geeft niet. Je speech. Mijn speech. Deze kast maak ik eerst. Ja. En dan komt dit kastje erop. Ja. En dan, nou ja, dat is weer een stap verder. Geest die maken. Ik weet het. Ja. Dus deze ga ik in orde maken. Het is ideaal dus dat deze stoeltjes hier kwijt kunnen. Ja. Want dan heb je ze niet hier. Nee. Want dit is de ruimte waar je dan alle andere dingen kwijt kan. Ja. Hoi. Oké. Mooi zo, aan de slag.